tijdens mijn bachelor geschiedenis heb ik al veel keuzeruimte gevuld met architectuur, historische vakken. En dat vond ik altijd heel leuk en daar lag ook mijn interesse. Maar ik vond het nooit echt genoeg. Je keek te veel naar de gebouwen zelf en te weinig naar de mensen en de sociale ontwikkelingen van een stad. En dat vond ik juist het aantrekkelijke van de master die ik daarna heb gevolgd, namelijk stadsgeschiedenis. En daarin kwam zowel dat architectuurhistorische heel erg terug, maar werd dat gecombineerd met de sociaal-historische en de cultuurhistorische achtergronden. Dus dat was voor mij eigenlijk een hele goede match. En dat komt ook heel erg terug in het werk wat ik nu doe. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik doe freelance opdrachten voor een architectuurhistorisch onderzoekbureau in Rotterdam. En daarin mag ik eigenlijk doen wat ik tijdens mijn opleiding ook al deed. Dat is onderzoek doen, stukken schrijven, archieven ingaan, wat ik heel erg leuk vind. Het schatgraven, het op zoek gaan naar naar bronnen die iets zeggen over de stad. Mijn opleiding heeft heel erg veel bijgedragen aan de baan die ik nu doe. En ja, het is eigenlijk een naadloze overgang geweest.